Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik iets doen waar ik al wekenlang naar uitkijk. Het zonnetje schijnt, het is mooi weer, dus gaan we zure matte ijsjes maken. Dat is de trend van deze zomer. Iedereen heeft het erover, je ziet het overal op internet. En vandaag gaan wij jou uitleggen hoe je dat moet maken. Voordat we verder gaan wil ik je vragen om je eerst even te abonneren op ons kanaal. Om wekelijks op de hoogte te blijven van handigste tips. Maar eerst dit. Dus, wat heb je hier precies voor nodig? Een ijsvormpje. Eventueel vodka, als jij het lekker vindt. Zure matten. En als laatste, een flesje 7-Up. Dus, we hebben hier het ijsvormpje. Dan is het eerst de bedoeling dat je de zure matten erin gaat leggen. En wat een hele goede manier is, omdat je niet wil dat alles naar de bodem zakt, is er een strikje van maken. En dat doe je op deze manier. Dus je draait hem één keer om. En legt hem dan in het vormpje. Het hoeft natuurlijk geen perfect strikje te zijn, maar je wil gewoon niet dat alles op één plek gaat zitten. Dat is het eigenlijk meer. Vervolgens is het tijd om de vodka erin te gaan doen. Alcohol heeft natuurlijk een veel lager bevriezingspunt dan water. Dus kijk uit met de verhoudingen. Dus doe gewoon een klein scheutje als je het wil überhaupt. Doe een klein scheutje erin en vermeng het daarna met 7-Up. Op deze manier. Oké, final touch. Doe volgens de 7-Up erbij, tot de rand. En is het nu tijd om de ijsjes in de vriezer te leggen. En als de ijsjes klaar zijn, gaan Jure en ik beoordelen hoe ze nou eigenlijk smaken. Ja! Het is tijd om de ijsjes uit de vriezer te gaan halen en ze lekker te gaan uittesten. Dus kijk maar eens mee. Oh, oké. Oeh, ik ben benieuwd. Ze hebben allemaal een andere kleur gekregen. Ik had verwacht dat ze doorzichtig zouden zijn, maar dat is dus niet gebeurd. Maar dat komt denk ik omdat er nog koolzuur in de 7-Up zat. Ja, en nee, door die kleurstoffen natuurlijk van de zure mat. Ook dat. Nice. Nou, tijd om te proberen. Nou, het is tijd om ze te gaan testen. Dus kijk maar eens mee. Ja, lekker. Alsjeblieft. Neem ik de ananas. Ananasvorm bedoel ik. Het ziet er in ieder geval hartstikke leuk uit. Je ziet dat de kleuren van de zure mat echt door het ijsje heen zijn gaan zitten. En nou, dan gaan we maar eens testen. Proost. Oh, wauw. Wow. Dit is echt zoveel beter dan ik had gedacht. Weet je hoe lekker dit is? Het is heel erg zuur. Dus je merkt dat het zuurtje van de zure mat is helemaal door het ijs heen gaan zitten. Daarnaast proef je een klein beetje de vodka en de 7-Up natuurlijk. Wauw. Nou, ik begrijp waarom dit een nieuwe zomertrend gaat worden. Dit is echt fucking lekker. Echt lekker. Jeetje. Dus ik zeg vooral tegen jullie allemaal, probeer het uit. Laat ons weten wat je ervan vond. En als jij deze video handig vond, geef eens even een duimpje omhoog. Je kan je hier rechtsonder abonneren. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!